Dag lieve mensen, Kylie Frikkie. Mijn naam is Lotte, welkom op mijn kanaal. BTS heeft zojuist hun nieuwe musicvideo Idol gedropt. En ik ga erop reageren, dit wordt de reactievideo. Ik pauzeer altijd de muziek in mijn reactievideo. Ik speel ze nooit in hun geheel af. Dat vind ik gewoon respectloos tegenover de artist. So excited! Idol is natuurlijk onderdeel van hun nieuwe album Love Yourself Answer. Dat is een repackage met een aantal nieuwe nummers van andere albums die ze hebben gedaan. Die staat nu op Spotify, kan je nu beluisteren. Ik heb het album gepreorderd, dus ik krijg de fysieke versie er ook van. En ik wilde graag een unboxing daarvan maken. Tot op dit moment heb ik hem nog niet. Maar dat komt er sowieso aan. En er komt een album review aan, dus gewoon van de nieuwe nummers. En een listening, net zoals ik bij het vorige album deed. En ook heb gedaan met het album van Ariana Grande. En we gaan nu kijken. Music and artist for healing. Je liegt tegen jezelf als je zegt dat Namjoon je op dit punt niet gebiased heeft. Dan lieg je tegen jezelf. Echt. Kijk deze looks. Namjoon is looking fine. He's... Oh my god. Oké. Dat komt trouwens echt rechtstreeks uit Airplane Part 2. En als ze wat choreo gerecycled hebben in deze video, dan word ik echt blij. Oh, get it, Toby. Doe maar zo agressief, jongen. Oké. Ik vind dat zo leuk als hij dat doet, hè. Als hij zo agressief is in zijn rap en zo. Dat is zo leuk. Wat een cutie. Oh my lord. I'm never gonna try. Oh. Wat? Oké, Tate's hoofd hier is exact mijn reactie op dat voorgaande stukje. Mijn moeder is Jimin biased en ik moet echt haar reactie hierop hebben. Hij heeft zo'n mooi hoofd. Zijn uitdrukkingen zijn zo scherp. Oké, dit hier is hoe je mij dus gewoon plat krijgt. Kijk nou naar zijn lachje. Oké. Wat? Oké. Dit is nightmare fuel. Oké. Dit is de beste pause die ik gedaan heb. Kijk in de hoofden. Dit stukje is echt leuk. Nu moet ik echt als mijn background nemen. What a cutie! Kijk nou! Oh my god, hij is zo cute. Zijn haar is net duo Panotti. Oké, ik weet niet wat ze hier doen, maar de Namjin, that's a yes. Ik weet niet wat ze daar doen. Oké, I'm living. Yes, Jin Center. Oké.
nou een Bugs Bunny trui aan? Yes! U ziet hier een van 's werelds beste, snelste rappers in de industrie. Een van de meest badass mensen ever. August D. In een sequenced sneeuwwitje trui. En hij ziet er nog goed uit ook. I know. Oké. Chill out in de comments. Ik hoor jullie al. Ik kan het gewoon niet helpen, oké? Elke keer als deze jongen in beeld komt, dan gaat mijn hart slaat over. En klopt daarna als een gek. I just can't. Oh. I love my fans. I love my dance and my what? Dat weet ik niet. Your beautiful mind. Your smile. Je ogen. Het feit dat je Overwatch speelt. Hoe slim je bent. Hoe grappig je bent. Was trouwens even een rapper Cookie die even terugkwam. Oké, wat is dit? Oké, dat doet me echt denken aan de airport sequences waar ze de laatste tijd doorheen moeten. Dat er echt fans veel te dicht op staan. Dat is echt totaal niet grappig eigenlijk, maar... En daar doet het me wel een beetje aan denken. En manier hoe hij dat speelt. Hoe zijn uitdrukkingen. Taehyung kan echt alles. Dat is niet eerlijk. Het is niet fair. Leave some for the rest of us. En hij is by far een van de knapste mensen op aarde. Echt. Hij ook. Hé, wat toevallig. Oké, wat gebeurt hier? Waarom is er een konijn? Oh, get it. Oh, dat zag ik. Dat zag ik. Dat ging heel snel, maar dat zag ik. Kijk. Let op Cookie. Gebeurt zoveel. Ik weet niet waar ik naar moet kijken. First of all, there's a shark. Jin had het een tijdje geleden op fancafé. Stelde die de vraag van tijgers zijn sterker in het water. Dus wie zou er winnen? Een haai of een tijger? En iedereen dacht dat hij dronken was. Wat waarschijnlijk alsnog was. Maar hij hintte dus gewoon naar deze music video. Which is pretty unfair. Deze choreo is trouwens echt sick. He can get it. I'm just saying. Weet je? Ze racken me allemaal. Echt op dagelijkse basis. Maar J-Hope is echt... Oké. Ja. New background. Got him. Ik weet niet hoe vaak ik deze video nog pauze ga zetten, maar... Holy mother of thighs. Gaan we daar nog meer van zien, of... Nope. Oké, niet om... dat meisje te zijn. Maar hij mag me wurgen met die dijbenen. Het is echt alsof hij elk moment uit zijn broek gaat scheuren. I'm not okay with this. Nee, nope. Bewijsstuk A. Waarom ik gewoon een mes ben. Het is echt alsof ik lichter ben van binnen. Het is niet oké. Overigens vind ik het echt heerlijk om ze zo te zien lachen in een video.
Het is lang geleden dat we dat gehad hebben. Jin weer in de center. Oké, dat is scary. Oh, dit is uit de teaser. Dit doet me trouwens wel echt heel erg denken aan de set van Fake Love. Waar ze ook een... Ja, het doet me denken aan Fake Love. Ik weet niet waarom. Maar dan gewoon blijer. Happier. Leuker. Anyway, deze outfits zijn sick. En al die background dancers. Oké, rip New Armies. Veel succes met... Ja. Oh, yes! Oké, dat wil ik even terugzien. De I Love, dat vind ik zo leuk. Dat soort scènes vind ik zo leuk. Als ze gewoon een beetje dansen en bij elkaar zitten aan het feesten. Oké, het ziet er wel naar uit dat er iemand Jin een elleboog heeft gegeven of op zijn teen heeft gestaan. Want het ziet eruit alsof hij aan het sterven is hier. Kunnen we even een momentje nemen? Maar verder, kijk ze losgaan. I love it. Ook gewoon hun hoofd als dat ding voorbij komt. Echt... Jongie zit echt van, yeah, get it. Maar Hobi en Jimin gaan echt van, oké, just let it happen. Geen idee wat er aan de hand is. Oké, wie tekent er even kroontjes op ze allemaal? Kings. Zelfs al vind je BTS niet leuk. Deze mannen hebben charisma. Look it up in the dictionary. Ze zijn zo echt. Daar hou ik zo van. Ze zijn zo echt. I love it. Deze music video is echt sick. Hij is zo anders dan... Ik krijg een beetje DNA vibes, zeg maar. DNA vibes met een soort vrolijke versie van Fake Love. Puur qua videoclip. Maar de muziek is echt heel anders dan ik verwacht had. Maar het is zo'n pop. Oh my god. Goed, en ik vind het heel leuk dat Jin bij een aantal dingen, bij een aantal delen krijgt hij de center. En dan Jungkook ernaast. Tae ernaast. Dus ja, echt underrated als dansers ook. Verdient hij ook. Het contrast is zo mooi. Is dat een van die flowy goud met zwarte outfits. En serious business, maar ook heel... jeugdig en leuk en dan in andere momenten dan hallo bam Disco Kings, hallo. Het is heel anders dan ik verwacht had, dit vooral gewoon de muziek, het nummer, de videoclip. Ja, van BTS kan je alles verwachten, dus I'm not even surprised anymore. Maar I love it, dus ik ben zo happy voor ze, echt. Dit album wordt sowieso kick-ass. En ik heb zoveel zin in oktober. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Laat mij in de reactie weten wat is jouw favoriete music video van BTS. Dan bedank ik jullie voor het kijken. Ik zie je de volgende keer weer. Later.